Fred, ben je ook zo benieuwd zondag hoe jouw ploeg het, een ploeg die het defensief heel goed doet, en de laatste week hoe die het tegen een tegenstander als Vitesse gaat doen? Ja, het maakt me wel nieuwsgierig, ja, in de zin van, kijk, Vitesse is een heel aanvallend ingestelde ploeg, die ook durft te voetballen, heel veel kwaliteit heeft, denk ik, talentvol, dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig wat wij daar tegenover kunnen stellen, ja. Zie je het ook als een testcase? Nee, dat niet zozeer. Kijk, we zijn in een ontwikkeling, het team is in ontwikkeling, en dat is ook weer een, in het doorontwikkelen van het team hoort dit er namelijk denk ik ook weer bij. Dat is tegen een tegenstander spelen die wij tot op heden nog niet hebben gehad. Zo'n type manier van spelen. Ja, het is voor jou ook een duel met een van jouw oude clubs. Hè? Een club ook waar je niet heel prettig bent weggegaan. Leven en andere vangstgevoelens bij jou? Dan moet ik je even corrigeren. Okay. Ik ben daar heel prettig weggegaan. En ik heb daar, natuurlijk, bij iedere club zijn er wel... miscommunicaties of wordt alles geïnterpreteerd zoals jij dat nu doet, maar dat is namelijk niet zo. Nee, ik ben daar heel goed weggegaan, want kijk, ik noem hem altijd meneer Jordania, is een hele fijne vent en tot de dag van vandaag spreek ik hem nog, dus dan ben ik niet met een nagevoel daar weggegaan. Nee, geen revanchegevoelens, geen persoonlijke veters dus. Nee, absoluut niet. Het is een mooie club. Hoe is het met Luke Wilkshire na gisteravond? Die heeft vandaag niet kunnen trainen. En dat is, ik denk, ook wel heel normaal. En de komende dagen zal uit moeten wijzen hoe lang dit zal gaan duren. Dus we weten niet exact. Natuurlijk is het spierletsel. Maar de exacte diagnose van... het duurt 1 week, het duurt 2 weken, 3 weken. Ja, dat is, op dit moment is dat helemaal open. Dus de komende dagen zal daar een duidelijke diagnose worden gesteld, waarbij we ook een indicatie krijgen van hoe lang dat eventueel wel of niet zal gaan duren. Ga je zijn afwezigheid opvangen zoals je dat gisteren ook deed, dus Boulouse als rechtsback? Ik kan natuurlijk ook met Kasdorp daar spelen. Dat zou ook kunnen. Dus daar moet ik de komende dag maar eens goed over nadenken hoe dat we dat gaan oplossen. Wat is daarin de afweging, de gedachtegang om de ene wel of de ander niet te laten spelen? Waar hangt dat vanaf? Ik kijk soms wel eens spelers in de ogen en dan... kijk, je kijkt ook naar kwaliteit en tegenstander, et cetera. En dan... ik wil zo min mogelijk in het team gaan schuiven omdat één positie toevallig vakant is. Dus dan heb ik twee opties. En dan... tegenstander speelt daar een rol in. En hoe de speler er zelf op staat. Het is wel een probleemplek, hè? Want de andere rechtsback die je hebt, die is al een hele tijd geblesseerd, die Lopez Cabral. Ja. Dus een echte andere rechtsback heb je eigenlijk niet voorhanden. Nee, we hebben het met Schaken geprobeerd. En ik vond dat Schaken defensief hartstikke goed heeft gedaan. De meningen zijn daar weer over verdeeld, want er wordt dan gekeken naar bij balbezit. Maar defensief heeft hij dat in mijn optiek nog steeds blijven daarbij. Hij heeft zich goed gedaan. Maar ja, als een speler zelf niet wil, houdt alles op. Zijn er ook nog andere spelers die na gisteren kampen met kleine pijntjes waar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden? Nou, ik kan dat nu denk ik ook wel aangeven. Ik heb contact gehad met de coach van Jong Oranje. En Terrence, die heeft uiteindelijk alweer een paar weken, dat het de problemen die hij had vanuit de WK, ja, die begonnen weer een beetje op te spelen. Dus uit voorzorg heb ik afgesproken met de bondscoach, selecteer hem niet. En daar heeft hij aan voldaan. Dus Terrence zou eigenlijk wel normaal geselecteerd worden, maar uit voorzorg, omdat die kleine pijntjes die hij had uit de WK, ja, die speelde weer een beetje op. En daar ben ik wel blij mee dat de bondscoach daar begrip voor heeft. Ja, dus hij krijgt daar rust, zodat hij zondag wel kan spelen. Nog begrijp ik dat goed? Ja. En dan krijgt hij daarna zijn rust die hij nodig heeft. Ja. Voor de rest iedereen gewoon inzetbaar bij jou? Of? Ja, Joris, hè. Joris nog niet. Uiteraard. Maar voor de rest... die vergeten we iedere keer. Lopez, Cabral natuurlijk. Maar voor de rest is iedereen erbij.